Thijs Reumer bevindt zich in een benarde financiële situatie, waarbij zijn vermogen om een schadevergoeding te betalen aan zijn slachtoffers in het gedrang komt. Het lekken van informatie over zijn financiële malaise heeft de druk op hem verder opgevoerd. Hoewel het bedrag van 13.600 euro niet astronomisch hoog is, is het voor zijn slachtoffers een kwestie van erkenning en gerechtigheid. Maartje Schaap, de advocaat van de slachtoffers. Uit de haar frustratie over Reumer's gebrek aan communicatie en inspanning om aan zijn verplichtingen te voldoen. Het feit dat hij mogelijkheden heeft om naar het buitenland te reizen terwijl hij beweert financieel uitgeput te zijn, zitten slachtoffers niet lekker. Ze voelen zich in de steek gelaten en onvoldoende erkend voor het leed dat hen is aangedaan. De reacties uit de privé- en mediawereld zijn eveneens veelzeggend. Evert Santegoeds en Leontien van Moorsel uiten hun verbazing over het gebrek aan steun dat Reumer lijkt te ontvangen van zijn naaste. De suggestie dat niemand in zijn familie of vriendenkring bereid is om financieel bij te springen om de situatie recht te zetten, werd vragen op over zijn sociale netwerk en ondersteuningsmechanismen. De podcast Strikt Privé werd een ander licht op de zaak, waarbij wordt gespeculeerd over mogelijke oplossingen en consequenties. Het feit dat Reumer mogelijk nog 160 dagen gevangenisstraf boven het hoofd hangt als hij niet betaalt, voegt een nieuwe dimensie toe aan de zaak. De tijd dringt voor Reumer om een oplossing te vinden en zijn verantwoordelijkheid te nemen, niet alleen om zijn financiële verplichtingen na te komen, maar ook om het vertrouwen van zijn slachtoffers en de samenleving te herstellen.